Yo guys, welkom bij deze nieuwe video en ik wil eventjes iets zeggen voor we gaan beginnen. Iedereen goed opgelet, want dit is je grote kans. Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de Kabouter Ranking. Na maanden grappen en meme is het eindelijk zover. Vandaag is de grote Fantastic Kabouter Plop Ranking waarop iedereen heeft gewacht. Tevens zal het voor mij ook dienen als een afscheidsvideo, want na deze video ga ik stoppen met YouTube in het Nederlands. Kijk dus zeker tot het einde van deze video, want op het einde zal ik jullie een heel erg mooie compilatie tonen met clips waarvan jullie vinden dat het de beste en meest iconische Fantastic clips ooit zijn. Het wordt een geweldige compilatie. Maar voor we die kant gaan opgaan, wil ik eventjes vertellen waarom ik deze ranking uiteindelijk heb gedaan en waarom hij mijn laatste video is geworden. Ik heb een aantal maanden geleden heel vaak een livestream gedaan, toen ik nog niet moest gaan werken, zeg maar. En daaruit is eigenlijk gebleken dat Kabouter Plop een heel erg grote meme worden is op mijn kanaal. Toen hebben mijn kijkers mij laten weten dat er een special is bij Kabouter Plop, genaamd Kabouter Plop en de Kabouterpasa's. En ik heb die toen opgezocht, ik heb die foto gezien en ik was disgusted. Daarom is het idee ontstaan voor mij om een Kabouter Plop ranking te gaan doen, waarin ik alle films ging herbekijken en de special, de Kabouterpasa's. En of we nu blij moeten zijn of niet, maar ik heb het gedaan. En toen de films klaar waren, had ik direct ook gewoon even besloten om verder te gaan. Om het nog groter te maken. Dus ik heb niet alleen de Kabouter Special gezien van de Kabouterpasa's, maar daadwerkelijk alle specials binnen Kabouter Plop. Ik heb 2 weken en een stuk alleen maar Kabouter Plop gekeken. Maar ik heb het gedaan. Ik heb het afgesloten. Ik heb een ranking gemaakt. En vandaag zal ik jullie vertellen wat ik ervan vond. Mocht jij nou niet weten wie Kabouter Plop is, mocht jij een van die weinige mensen zijn, dan zal ik hier even een korte uitleg geven voor de meest belangrijke personages. Dit is Kabouter Plop en samen met zijn vrienden kun je hem altijd in zijn paddenstoeltje vinden. Dit hier is Squabble, zij praat en praat en praat. En dat daar is Lui, hij slaapt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dit hier is Klus, die knutselt toch zo graag. En ik zal je vertellen wat ik van de Kabouter Plop films vond vandaag. En laten we beginnen met mijn algemene meningen over deze franchise. En daarmee wil ik echt wel zeggen dat de films wel gradually wat beter geworden zijn met wat het was. Alleen waren er wel wat uitschieters. Zo vond ik bijvoorbeeld De Kabouter Pingwing een heel erg zwakke film. En vond ik Plop in de Wolken nog steeds de beste film. Ook ben ik erachter gekomen dat de originele afleveringen van Kabouter Plop elke maar 5 minuutjes duurden. En voor mij vroeger duurde dat echt veel langer in mijn hoofd. Dus was het raar om te zien dat een aflevering maar 5 minuten is en een film rond het 1 uur en een kwartier kan blijven hangen. Ook ben ik erachter gekomen dat van Kabouter Plop en de Kabouterschat een remake is gemaakt in 2008. Deze is een kwartier korter dan de origineel. En helaas heb ik het originele bestand nergens meer kunnen vinden. Ik heb dus de remake gekeken van 1 uur en een kwartier. Daarbij wil ik ook zeggen dat de films van 1 uur en een kwartier eigenlijk echt nog wel leuk waren om te kijken. En dat ik me er niet mee verveeld heb. De specials is een heel ander ding. Daar had ik mij eigenlijk echt niet kunnen inzetten. Ik vond ze niet zo heel erg goed. En ze hebben mij eigenlijk best wel geïrriteerd. Ook vind ik het grappig dat ik mij gewoon absoluut niet heb verveeld met deze franchise. Ik heb daadwerkelijk graag naar sommige plopfilms gekeken. Het klinkt misschien heel erg vreemd, but I still did it. En volgens mij is er niemand van jullie die kan gaan zeggen, of omdat ze het nog niet zijn, of omdat ze het gewoon niet gedaan hebben, dat ze op 22-jarige leeftijd een plopmarathon hebben gehouden. Mijn verjaardag was gevuld met plopfilms. Ben ik blij dat ik deze franchise in zijn volledigheid heb bekeken? Ja en nee. Het was het niet waard om alleen maar plopfilms te zien, want na een tijd was ik echt gewoon aan het hunkeren naar andere films. Maar kon het niet, omdat ik een deadline had voor deze video. En met momenten heb ik me ook gewoon echt wel goed kunnen amuseren. Alleen heb ik vooral 's nachts moeten kijken. Dus mijn nachten waren gevuld, niet met slapen, maar met Kabouter Plop. Mijn Spotify playlist zal op het einde van het jaar met de best ranked van 2021 gewoon vol zitten met de Kabouterdans en het Ploplied. Want ik heb die 2 dingen on repeat zitten luisteren. Ook zal ik er al even direct bij zeggen dat het zeker het waard is om het einde van deze video te bekijken. Mocht je houden van de Kabouterdans en van andere liedjes van Plop, you're in for a treat. En natuurlijk ben ik zelf ook een acteur. Heb ik mezelf voorgesteld om ook in een Plopfilm te spelen. Ja.
Kabouters fan. Hé, hey, het kan werken. Kabouter Digi van Digitaal. Kan ik ook wel zijn. Kabouter Cam van Camera. Gertje, als je deze video bekijkt, je hebt mijn nummer nog niet. Maar die kun je wel krijgen. Ik wil mee met een plop. Dus voor ik ga vertellen wat ik vind per film, kunnen we misschien gewoon beter even zeggen van hey, ik wil meedoen in de Kabouter franchise. Laat me dat doen, please. Ik kan een nieuwe lui zijn. Lui is gestopt. Wat me ook even bij best wel een sad punt brengt, want Chris Kouwenbergs die Kabouter Lui speelde, is helaas sinds 2014 gestopt met het performen van Kabouter Lui wegens gezondheidsredenen. Hij leeft gelukkig nog, maar Chris, mocht jij dit zien, veel beterschap en geniet van je oude dag. Geniet van je pensioentje. Maar ik vind dat het misschien wel tijd is om te gaan overgaan op mijn ranking per film of per special. Laten we daarmee direct gaan beginnen met natuurlijk de Kabouterschat. Plop en de Kabouterschat was een goede introductie terug in de wereld van Kabouterplop, omdat je ieder personage leert kennen. Het geeft een goed verhaal, het is mooi gefilmd, het ziet er goed uit. Het is dan wel de iets kortere remake en soms voel je wel dat er een scène is weggelaten. Maar over het algemeen houdt deze film nog best wel goed stand. Het heeft ook een heel erg leuk einde, het vertaalt een goede les. Het is iets van de meer serieuzere films, waarin dat er best wel een groter probleem zich afspeelt binnen de Harry Potter. Waarom zeg ik Harry Potter? Ik bedoel de Kabouter Plop franchise. En de credits van deze film blazen er doorheen met de kabouterdans. En ik moet eerlijk toegeven, ik vond de film heel erg leuk, heel erg oké vooral. Maar ik heb echt wel zitten meedansen met de kabouterdans. Dan heb je Plop in de Wolken, een van de films die mij het echt wel het meeste is bijgebleven van alle plopfilms die we hebben. Gewoon puur omdat het verhaal zo intens goed was en de film er zo goed uitzag voor wat het toen eigenlijk was. Ik zeg lang niet dat alles perfect is in deze film, maar deze staat wel het meest terecht van allemaal. Ten eerste is het verhaal vrij serieus voor een kinderfilm, maar doet het dat met evengoed toch wel de leuke charmes van ploppersonages en de manier dat het is in beeld gebracht, is het heel erg leuk gefilmd en is het einde ook hier echt toch wel heel interessant. De grootste ergernis aan deze film komt in de jeuk, in de vorm van kabouter snot, kabouter jeuk en kabouter stink. Hoe graag ik die Birgit, die Stanikrets en Peter van den Begin heb, of Peter van den Begin. Hoe graag ik ze ook heb. Dan hebben we Plop in de Kabouterschat en deze film doet al direct zien het probleem met de Belgische castingsystemen, want een kabouter in de eerste film speelde hier de kabouter Kerstman. Ik vond deze film niet zo leuk. Het was een film, maar eigenlijk was het meer een special, maar ook weer gewoon een film. Het staat bij de films, maar eigenlijk is het echt wel een special. En ook deze film, / special, vond ik gewoon niet zo heel interessant. Het deed mij absoluut niet zo heel veel. Dan gaan we verder met wel een andere enorm iconische film binnen de Kabouter Plop franchise. Ik wil continu Harry Potter zeggen. Binnen de Kabouter Plop franchise en dat is Plop en Kwispel. Deze had technisch gezien wat meer wat in zich had. Het verhaal was ook best goed geschreven. Het ging over liefde en over verdriet en over verlaten. Jelle Kleinman speelde erin. Speelde wel niet Evert van Spring, dat zou ook wel cool geweest zijn. Maar hij zat hierin. Het heeft een iconisch liedje. Het was heel mooi gemaakt. En deze film is mij ook heel erg hard bijgebleven. Dan hebben we Plop en het vioolavontuur. Iets van de vreemdere verhalen binnen Plop, maar het werkt wel heel goed voor wat het daadwerkelijk is. Het is ook de eerste keer dat we eigenlijk echt naar de grote stad gaan in de Kabouter Plop franchise, dus dat was heel erg goed. Het verhaal rond het viool werkte best wel leuk en Frans Bauer speelde een best grappige rol waar ik mij best wel mee goed heb kunnen lachen. Dan komt er de eerste film die ik nog niet had gezien. De Toverstaf had ik ook nog niet gezien, maar ik blijf vinden dat dat meer een special was. De Kabouter Plop en de Plop in de Stad film. De Plop in de Stad. Had ik nog nooit gezien, maar leek me wel heel interessant. En toen ik hem keek, vond ik hem ook best interessant. Alleen moet ik ook wel jammer genoeg toegeven dat de film mij ook best wel geïrriteerd heeft. En dat dan puur op de momenten dat bijvoorbeeld Kabouter Lui met de fanfare loopt. De fanfare speelt continu muziek. Soms gebruiken ze het voor een comedisch momentje. Maar soms is het ook gewoon scheidirritant omdat ze continu hetzelfde, saaie, slecht gecomponeerde nummer spelen. Het was niet mijn stijl van muziek. Ik vond het niet zoveel aan. Maar de film over het algemeen is wel leuk en het speelt wel heel erg tof met de mensen en met de kabouters en doet daar leuke dingen mee. Dan hebben we Plop en de Pinguïn en deze film was de vreemdste uit allemaal, gewoon puur omdat ze ineens naar Antarctica gaan.
Maar ik moet eerlijk toegeven dat deze film voor mij niet werkte. De slechteriken waren te irritant voor mij. De Pingwing was wel leuk. En over het algemeen voelde ik niet heel veel met deze film. Het was een film die ik even moest kijken. Ik heb best wel veel op mijn gsm gezeten. Ik vond het niet interessant. In de volgende film, Plop en de Kabouterbaby, is het mij echt wel opgevallen dat er een probleem is met de vier mensen van het lid van de Kabouter Plopclub. Daarmee bedoel ik dat in iedere film of in iedere special, vooral in de specials, is er wel één iemand binnen de vriendengroep die iets fout doet, waarin dat je eigenlijk wel kan denken van dit is een vrij grote fout, een vrij onvergeeflijke, onvergetelijke fout die ze nu maken naar de vriendengroep toe. In Kabouter Plop en de Kabouterbaby was het dat Plop zichzelf eigenlijk alleen maar bovenaan stelde om zijn prijs te kunnen winnen. Ik snap dat dat belangrijk is, maar hij schoof echt zijn vrienden aan de kant en doordat hij merkte dat een andere vriend ook interesse zou hebben in deze prijs, werd hij gewoon kwaad en werd hij echt jaloers. En het was de eerste keer dat ik volgens mij ook op Letterboxd de grap maakte van dat gewoon de vriendengroep zelf de slechterik is in hun eigen franchise. De film voor het algemeen vond ik wel oké. Okay. En dan zijn we al aangekomen met de laatste Kabouterplop film voor ik naar de specials ga. En dat is Plop wordt Kabouterkoning. En het leukste aan deze film was gewoon het feit dat ze volgens mij wel door hadden dat dit de laatste echte film ging zijn. Ze wisten ze gaan misschien nog wat specials doen, maar dit was wel de laatste film. Dus wat er gebeurt in deze film is Quibble, die alles uit de voorgaande films begint een klein beetje te herhalen op zijn Quibbles. Lui die krijgt een soort van halve character switch, waardoor alles wat hij nu mag doen en Klus die laten ze ook maar gewoon doen en Klus krijgt ook een paar momenten van Shining. En het is mooi gedaan, het ziet er leuk uit, het werkt als een film, het is mooi om naar te kijken, het is een van de leukste films binnen de franchise en het eindigt daadwerkelijk dat je een satisfied gevoel krijgt van oké, hier nemen we afscheid van de plotpersonages en hier ben ik het wel degelijk mee eens en dit vind ik oké. En dat was heel erg cool. Dan hebben we de specials en we beginnen met Plop en de Wensteen. En ik moet eerlijk zeggen, met Plop en de Wensteen heb ik mij niet verveeld. Ik vond dit best wel een grappig concept. Het Wensteen-gedeelte is leuk in elkaar gestoken. Alleen was de grap die ze hadden kunnen maken ermee wel wat mediocre en wel wat cheap. Ze hadden dus enorm veel kunnen doen, maar ze zijn uiteindelijk gegaan voor één grap, maar dan heel lang uitgerekt. Het was tof, maar het werkte niet continu even goed voor wat ze eigenlijk wilden vertellen en wat ze eigenlijk konden vertellen. Ook heeft deze grap veel te lang aangehouden, gewoon puur omdat ze een tijd al bijna 50 dagen ermee bezig waren. Terwijl dat niemand van deze groep ooit door heeft gehad dat de dagen daadwerkelijk wel vooruit gingen. En je snapt wel wat ik bedoel als je de film kijkt, want het is gewoon raar dat niemand ooit suspicious is geworden. Hoe dom zijn die vier kabouters? Dan hebben we 10 jaar Plop. Kabouterplop is jarig. En dit heb ik dan gekeken toepasselijk genoeg op mijn verjaardag. Ik vond het wel oké. Het was niet goed. Ik heb me best wel verveeld zelfs. Maar het was niet slecht slecht. Het was vrij oké. Maar ik heb er ook niet veel meer over te zeggen. Want ik weet er ook niet heel veel meer vanaf. Iets met een kabouterkoning. Iets met een taart. En iets met in de taart vallen. That's it wat ik me nog herinner. En dan zijn we aangekomen bij de gigantisch grote kabouter Paashaas. En ik vond het heel erg jammer dat ik deze film zo belachelijk slecht vond. Ik heb me er helemaal niet mee geamuseerd. Ik vond het vrij irritant en vrij kut. Ik vond de jumpscare die ze bedoelen waarvoor ik eigenlijk deze franchise begonnen ben niet merkwaardig. Want ik ben daarna gaan vragen, hey, waar was de jumpscare eigenlijk? En hoe dat de kabouter Paashaas is vormgegeven, daar kan ik me ook vragen bij stellen. Want holy shit, die ziet er eng uit. Plop en Prins Carnaval is een film die misschien dan wel weer het verste teruggaat naar de roots van Kabouter Plop. Omdat Klus hierbij wat de slechterik is. Klus doet heel erg fucked up dingen en hele rare dingen in deze aflevering. Of in deze special. Die ook best wel vreemd zijn en ook niet normaal. Dat zet zich verder in Plop en de Kabouterkermis. Alleen vind ik hier de outcome wel veel beter als wat ik had gezien in Plop en Prins Carnaval. Gewoon puur door het feit dat hier ook de daadwerkelijke consequenties aan zaten aan de dingen die Klus deed. Dan hebben we Plop en het Ei. En dat is ook best wel een oké film. Ik heb me er ook mee geamuseerd voor wat het was. Maar het was gewoon absoluut niet bepaald goed. En het is ook bij deze film dat ik me soms echt vragen begon te stellen over hoeveel IQ deze clowns echt hebben. Want Kabouter Plop zag er altijd de slimste uit. Maar hij doet zo'n domme dingen in deze film dat je je vragen begint te stellen.
Om dan te eindigen met Plop en de brandweerkabouter, een film waar ik mij wel heel erg mee geamuseerd heb. Het was mijn favoriete special die erbij zat. Hij zat heel goed in elkaar, hij zat heel leuk in elkaar en hij bracht een einde aan het personage van Lui op een geweldige manier, waarin dat hij werd gezien als een heel erg nodig punt binnen deze groep. En waarom dat dit zo prachtig was, is omdat deze film ook het laatste was wat we ooit van Kabouter Lui zullen gaan zien. Dus Plop en de brandweerkabouter is zeker memorabel genoeg op dat vlak. En dan is het zover, dan zijn we aangekomen bij het laatste punt en dat is de Plop ranking zelf. En waarschijnlijk had je het al verwacht, maar op nummer 16 staat Plop en de Pinguïn. De film deed mij gewoon echt veel te weinig voor wat het was. Ik vond hem gewoon vrij saai en ik heb niks gewonnen aan deze film. En zeker niet qua nostalgie. Dan komt Plop en de Kabouterpasa's, omdat deze film mij gewoon zo hard teleurgesteld heeft. Ik had gehoopt dat ik hem beter ging vinden, al was het alleen maar voor de memes die door deze film ontstaan zijn op Fantastic. Ik vond hem absoluut niet goed. Dan hebben we Plop en de Kabouterkermis. Het was tof. Maar de kabouters zijn zo dom en zeker Klus doet zo'n rare dingen en zo'n domme dingen. En de rest van de kabouters, die willen ook alleen maar de beste zijn. Dan hebben we Plop en de Toverstaf. Stylistisch misschien wel mooi, maar inhoudelijk deed het mij niet zo heel veel. Plop en het Ei laat zien dat ik daadwerkelijk gewoon geen fan was van de special films. Dus ook deze aflevering deed mij niet zo heel veel. En daarna, helaas, 10 jaar Plop, de Kabouter Plop is jarig. Ik vond het niet zo speciaal. Het was uitgekomen voor de 10e verjaardag van Kabouter Plop. Maar ik vond het niet zo special dat ik er eigenlijk iets van hem heb overgehouden. Plop en de Kabouter Baby was een oké film. Alleen heb ik mij doodgeërgerd aan Plop. En aangezien hij titular personage is, kon het beter. Plop in de stad vond ik verrassend leuk voor wat het was, alleen ergerde ik mij dood aan de fanfare. Ik had gewoon gehoopt dat ik hem beter ging vinden, omdat ik best wel hyped ben, al sinds mijn geboorte, sinds de uitgave van deze film om hem te zien, was er nooit van gekomen, nu wel, and I'm kinda disappointed. Plop en Prins Carnaval, best oké, Klus is gewoon een gigantische bad guy. En idem voor Kabouter Plop en de Wensteen, letterlijk idem. Wie we zeker niet mogen vergeten is Plop en het vioolavontuur. Ik vond het een best oké film. Frans Bauer speelde een leuke rol. Het was een best wel toffe film en een best wel degelijke film voor Kabouter Plop toch zeker te zijn. Plop en Quizspel blijft iconisch. Staat alleen op nummer 5 omdat ik had verwacht dat ik hem beter had gevonden. Omdat ik me hem beter herinner dan ik hem uiteindelijk vond. Dus daarom staat hij op 5. Plop en de brandweerkabouter is de beste special die we hebben binnen Plop. En dat gewoon puur door het feit dat het deze een mooi einde geeft aan het personage van Lui. Een mooi satisfying einde. Voor de rest, Lui speelt hier twee personages in. En op een bepaald punt staan de twee personages met elkaar samen in beeld. Ik vond het best wel indrukwekkend. Al moet ik wel eerlijk toegeven dat ik de kut heb gezien in het beeld. Die tussenliep bij de bewegingen bij de personages. Het was heel leuk gedaan. Maar ik heb de kut gezien. En dat vond ik gewoon eigenlijk... Het irriteerde mij zelfs niet. Ik vond het best wel grappig. Want steeds als Kabouter Lui en Kabouter Kwiek, die dan door dezelfde Chris Kouwenbergs worden gespeeld, samen in beeld zijn, vaak heb je dat over de shoulder en weet je gewoon dat er iemand anders in het pak zit. Maar op een punt staan ze... Daar staat Kabouter Lui, hier staat Kabouter Kwiek. En ze staan samen in beeld, zelfde kop. Alleen hebben ze per ongeluk bij Kabouter Kwiek qua licht iets miniems anders gedaan, waardoor dat je de faded cut kan zien. En als Lui dan dit doet, dan zie je de cut ook daadwerkelijk eventjes weggaan, zodat dat mooi geknipt kan worden. Heel spectaculair gedaan, maar wel zichtbaar. Ik heb me er kostelijk mee geamuseerd. Dan hebben we Plop wordt Kabouterkoning. Niet de beste film, maar ik heb me er wel mee geamuseerd. Ik vond hem best wel leuk. En deze film gaf gewoon ook een prachtig einde aan de hele Plop franchise. Plop en de Kabouterschat was gewoon nostalgisch geweldig. Vond ik heel erg leuk om te kijken. Heb me totaal niet verveeld met deze film. Was een toffe inbreng in de Kabouter Plop franchise. Waarin dat je alles gaat bekijken en alles gaat marathonen. Vond ik dit gewoon bijzonder leuk. En over het algemeen, de credits van deze film hadden de Kabouterdans. Kom aan, ik heb meegedaan. Maar niets, en dan ook daadwerkelijk niets, breekt Plop in de wolken. Deze film is een masterpiece. Hij is niet zo geweldig. Hij is een masterpiece. Alleen snot, jeuk en stink hadden er absoluut niet bij gehoeven. Had ze vervangen door die kabouters van de kabouterschat. Dan hadden we daar ook iets mee gehad. Dat was de Plop ranking. Laat zeker weten in de comments hier beneden wat dat jij vond van deze Plop ranking. Want ik heb het gedaan,
Nu vind ik dat jullie het ook moeten doen. Dus ik wil op Letterboxd, bij wie ik volg, volg ik het nog niet. Laat je Letterboxd even weten. Dan kan ik je misschien wel volgen als ik daar zin in heb, als ik daar aan denk. Maar doe zelf ook eens een plopranking. En laat me weten wat dat jij van deze films vond. Ik heb me op zich best wel geamuseerd met deze franchise. Maar ergens ben ik ook wel blij dat het gedaan is. Maar natuurlijk, met het einde van de plop franchise betekent dat ook het einde van Fantastic 2000, Fantastic NL, Fantastic in het Nederlands. Ja, we zijn aangekomen. Ik ga waarschijnlijk nog iets maken. Dat ga je op het einde van deze video zien. Het zal wel leuk worden. Het wordt een mooie compilatie met de beste momenten van Fantastic. Maar ik wil dit moment eventjes pakken om iedereen te bedanken die over de afgelopen 8 jaar mij is gaan beginnen volgen. Naar mijn video's is beginnen kijken en is achtergebleven en is blijven kijken en me de support heeft gegeven en mij gewoon de feedback heeft gegeven en er gewoon altijd was als ik een nieuwe video had gepost en op de Discord server zit. Want dankzij jullie ben ik deze hobby blijven doen en dankzij jullie vond ik het echt geweldig om dit ver te zetten, om dit te gaan doen. Dankzij jullie ben ik plopfilms gaan bekijken. Dankzij jullie heb ik heel veel dingen gedaan waarvan ik nooit had gedacht dat ik het nooit ging doen. Ik vond het heel erg tof wat ik heb bereikt met Fantastic. Fantastic zal heus niet gaan stoppen. Fantastic gaat gewoon in het Engels verder. Dezelfde content, alleen dan met wat meer bereik en wat meer leukere dingen die ik kan doen waar ik nu nog niet aan denk. Of die nu niet echt heel veel nut hebben. Dus er zitten heel veel voordelen aan gebonden. Verder geef ik jullie ook de scoop dat een van mijn andere kanalen die ik niet gebruik zal gaan veranderen en zal Fantastic NL gaan heten. Dat betekent dat ik daadwerkelijk wel nog een tweede kanaal hou, een tweede Nederlandstalig kanaal waar ik niet stevast op ga uploaden. Dat betekent dat ik er een los schema op hanteer waarin ik als ik een video heb die beter werkt in het Nederlands of gewoon een filmreview heb over een Nederlandstalige film, dan ga ik die daarop posten. Morgen, als het 1 september is, kun je dat kanaal vinden in mijn aanbevolen kanalen. Maar voor nu was het dit. Voor nu is dit het einde. Ik ga over naar het Engels. Mijn Nederlands kanaal verhuist naar een secondary channel waar ik zo nu en dan eens een video op zal posten. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Bedankt voor de support over de afgelopen aantal jaar. Bedankt voor alles. Want het is dankzij jullie dat ik dit ben blijven doen. Het is dankzij jullie dat ik van deze hobby hou. En het is dankzij jullie dat dit is geworden zoals het is geworden. Jullie zijn awesome. En jullie hebben mij gemaakt op de man die ik nu ben. En daarvoor zal ik iedereen stuk voor stuk, persoon tot persoon, voor eeuwig dankbaar zijn. En don't see this as a goodbye, want dat is het niet. Het is misschien wel een gedag in het Nederlands, een gedag voor Fantastic zoals we het kennen, maar denk eraan, plopper de plop, bedankt voor de support, bedankt voor alles. Bedankt voor iedere dag weer te zijn. En ik zie jullie graag morgen terug. In een volledig nieuw jasje. Waarin alles er anders uitziet. Maar het nog steeds even leuk is. Nog steeds even top is. Nog steeds even geweldig is. Maar wel vanaf nu. In het Engels is. Bedankt voor het kijken. Thanks for watching. Bedankt voor het liken, bedankt voor deze video te delen. Kunnen we deze video viral laten gaan? Laten we het nog een keer proberen. Deel hem met al je vrienden. Share it with everybody. En bedankt. Bedankt voor alles. Ik heb nog nooit van Brain Farts gehoord. Je hebt nog nooit iets gezien voor de gevolgde jaren, pa. Nooit van Brain Farts gehoord. Brain Farts! Ja, wat dacht je dan wat ik zei? Brain Fart! I think you just
brain fart! What the fuck was this? Wat krijgen we nou? Thanks.